zijn op een marineterrein en dit wordt de locatie van het innovatiepaviljoen. Het doel van het innovatiepaviljoen is om te testen van nieuwe materialen. Hoe werkt het nou in de praktijk? Om te kijken van kunnen we het hierna echt gaan toepassen op bestaande gebouwen, nieuwe gebouwen. Dit hele paviljoen is demontabel. Deze wanden kunnen er weer afgehaald worden en weer ergens anders worden toegepast. Wij bouwen een skelet voor het innovatiepaviljoen en de bedoeling is dat er verschillende gevelbekledingen, biobased gevelbekledingen van diverse fabrikanten op getest gaan worden. Dit paviljoen kan eigenlijk eindeloos verplaatst worden. Het skelet kan vrij simpel weer uit elkaar en weer ergens anders weer neergezet worden. Dit zijn twee verschillende vezels. Een hennepvezel, dat is de grovere vezel. En een flasvezel. Ik wil heel graag meedoen met het innovatiepaviljoen. Ik geloof dat dit materiaal heel goed gebruikt kan worden in de bouw. Als binnenwandafwerking. En daarvoor heb je gewoon een heel onderzoek nodig om te laten zien dat het kan. Het is een nieuw materiaal, het heeft weer nieuwe uitdagingen. En zo'n innovatielab helpt enorm om het zeg maar, in de praktijk te testen en te zien wat er ook gebeurt. Bij het paviljoen ga je onder andere deze panelen zien. Dit is een van de 120 stuks die we in de afgelopen weken hebben gemaakt. Hij bestaat dus uit riet, kalk en een hars. En hij is voorzien van verschillende gaten waarachter vogelnestkasten en insectenkasten komen. En dat gaan we ook testen, hoe dat werkt in die stedelijke omgeving. Wij maken seaweed materials. Dat is een houtachtige plaat, wood, maar dan van seaweed, van zeewier. En dat mengen we met groene reststromen, zoals reststromen uit de tuinbouw, maar ook cellulose uit de waterzuivering. We halen het zeewier door een groen chemisch proces. Dan gaat het zichzelf binden. Dan krijg je een hele mooie mix, waardoor we een hele sterke plaat kunnen maken zonder lijmen. Maar wel geschikt voor de bouw. Dit daksysteem is een lichtgewicht daksysteem, zodat het op de meest bestaande bouw toepasbaar is. Een combinatie van sedum en biodivers. Sedum zodat het hele jaar door groen blijft en biodivers zijn bloeiers. Het hele jaar door zijn er verschillende bloemen die dan opkomen, welke geschikt zijn voor de bijen van Nederland en vlinders. We hebben als gemeente dus echt hoge ambities. We willen echt een circulaire stad, we willen een CO2-neutrale stad, we willen meer biodiversiteit. En dus een betere relatie tussen mens en natuur, ook in een stedelijke omgeving. En daar hebben wij als gemeente ook een faciliterende rol in, om dus kansen te bieden, zodat die nieuwe oplossingen doorontwikkeld kunnen worden.